En we beginnen de dag vandaag met... Kijk nou hoe leuk dit is. We zijn bijna klaar. Ik ga ze ook voor mezelf maken. Oh, daar loopt hij. Aan die kant. Nee, je loopt er bijna op. Sarah. Waar is hij nou? Hij gaat er. Goedemorgen, het is zaterdag en we beginnen de dag vandaag met de outfit van vandaag. Ik heb die nieuwe trui aan van Selected Fem. Vind ik heel leuk en hij is ook een beetje cropped. Niet heel erg, maar precies goed. Broek Levi's, laarsjes Bronx, oorbellen Pernille Corinon, Anna Haï en ketting is ook van Pernille Corinon. En ik heb natuurlijk mijn standaard ring om, maar die heb ik elke dag om. En mijn haar, het zat heel mooi, maar het gaat de hele tijd pluizen. Oh, ik was niet scherp. Dus dat vind ik een beetje jammer. Maar goed, ik heb net wel thee gedronken, maar nog niet ontbeten. Dus dat ga ik nu even doen. Ik heb geroosterd brood met jam en ham gemaakt en lekker thee gezet. Kijk nou hoe leuk dit is. Sarah heeft mijn oude jurkje van vroeger gestaald. We hebben hem wel iets anders, er zat ook een schortje bij en alles. Maar dan wordt hij wel heel uitbollig. Draai eens om! Draai eens om! Laat hem nou eens goed zien. Nee. Maar die kwam dus vandaag uit de kamer. Kijk mama, ik heb dit helemaal mooi aangedaan voor jou. Echt zo schattig. En ik heb deze persoon ook gemaakt. Ja, en hij past nu wel beter, hè? Ja. Je hebt het wel een jaar of twee jaar eerder gedaan, want toen was het een beetje groot. En nu is het wel echt je maat. Ik was aan het opruimen thuis. En toen zag ik deze liggen. En deze zou ik de hele afgelopen week al meenemen naar school. Die zou van de ene naar de andere moeder op school gaan. Maar ik was een goede link ertussen. Maar elke keer lesmiddag, als ik naar school moest, kwam iets tussen of Denise was er en liep mee. Maar dan was het zo onverwacht dat ik moest haasten. In ieder geval snel de deur uit moest en dat ik hem weer vergat. Dus ik zei net tegen Sarah, weet je wat we doen? Het is niet heel ver. We gaan hem gewoon even tussendoor langs brengen. Stop hem even in de bus. Ja, met step ben je langer hè. En we hebben gelijk even een wandelingetje buiten gedaan. Sarah, in ieder geval aan het steppen dan. En heb ik hem gelijk opgeruimd en hebben we toch even buiten gehad vandaag. En Sarah is ook helemaal dolgelukkig op de step. Zo fijn als dingen weer een beetje opgeruimd lijken. Poster is weg. Sarah is gelijk buiten gebleven. Die is aan het kijken of de vriendinnetjes er zijn. En ik ga even verder met kleine troepjes opruimen. Sarah heeft de tablet net opgeladen, maar ik weet niet waar ze die hoes heeft gelaten. Ze wilde er de agenda bij houden. Want eigenlijk is de tablet alleen voor schoolwerk, maar ze vindt het helemaal geweldig om een eigen agendaatje bij te houden. Maar de batterij was leeg, omdat ze nu natuurlijk op dit moment geen homeschooling hebben. Dus we hadden hem ook niet opgeladen. Ik heb de hoes gevonden, deze. Hij is echt leuk. En er zit natuurlijk wel een hoes omheen. Maar deze, als je hem laat vallen, dan is die natuurlijk eigenlijk nog niet heel erg beschermd. Dus dit is wel voor tijdens het gebruik heel handig. Maar deze is wel echt beter om hem te vervoeren of in de kast te leggen. Dus dat ga ik doen. We doen het snoertje ook altijd erbij. Dus dat is makkelijk. Die gaat er dan gewoon bij in het hoesje. Mijn telefoon. Even kijken. Soms krijg ik dan van een van de ouders dat Sarah daar is. Oké, dat was iets anders. Ik doe altijd snoertjes netjes zo. Dan raken ze ook niet allemaal in de knoop. Ik heb ook een lade met allemaal soorten opladers die we vaak gebruiken. En ik doe ze dus altijd zo aan elkaar. Dat scheelt, want daarvoor had ik dus altijd dat alles in de knoop zat. En sinds ik dit doe, niet meer. Ik heb gelijk even een grabbeltong geknutseld. Die staat klaar. Hij wordt nog versierd door Sarah, maar die is nu lekker aan het buitenspelen. Dus dat kan ze later doen. Want we hebben morgen een verjaardag en die meiden, als ze groter worden, dan willen ze centjes. Maar ik vind centjes geven stom. Dus wat hebben we gedaan? En Marco komt dadelijk met meer. We hebben dus allemaal kleingeld. En dan gaan we allemaal een klein stukje cadeaupapier omdoen. Ik heb nog veel meer. En dan gaan we dat allemaal in de grabbelton doen. En de muntjes zijn maximaal 50 cent. Maar we gaan echt zoveel mogelijk kleine muntjes erin doen. Dus dan heeft ze wel even wat te doen. Helemaal leuk. Eigenlijk zou ik nog net iets meer vulling moeten hebben.
Nou, dat zie ik later wel, anders verknip ik nog wat karton. Ik vond dit. Dat zat al in een doos, dus dat was perfect ervoor. Dus die staat klaar. Dat is voor zo. Sarah weet nog niet eens of ze vriendinnetjes heeft die er zijn, dus dat moet ik even afwachten. En anders mag ze zo vast muntjes gaan inpakken. Tijd voor een lekker glas guavasap. Sarah is heel druk bezig met alles voor de grabbelton. Die heeft de eerste plaat al gemaakt. En ik ben dingetjes aan het opruimen, maar ik ga nu groter beginnen. Ik ga die buffetkast in de keuken leeghalen. We hebben ze allemaal zooi opgezet, omdat we dat kwijt moesten kunnen. Maar dat loopt een beetje uit de hand. Dus ik ga dat even helemaal leeghalen. En dan dingen die gewoon opgeruimd kunnen worden, gewoon opruimen. En de rest hier beter verdelen. Oké, die wilde er heel graag vanaf vallen. En even kijken hoe ik dit allemaal een beetje in ere kan herstellen. We zijn druk bezig met de grabbelton. Sarah die heeft hier nog een tekening gemaakt. En die is nu overal stickers aan het plakken, dat die helemaal vol is. Je mag van alles plakken. En ik heb kleingeld uitgeteld en er is over nagedacht, want Jasmijn wordt 12 dus. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 euro in kleingeld. Dus dat is wel toepasselijk. En deze muntjes moeten we dus allemaal stuk voor stuk nog even inpakken. We zijn bijna klaar. Sarah die heeft heel de doos volgeplakt. Alleen van aan de voorkant. Nee, de stickers zijn op. Die moet ik even goed aanduwen. En we hebben echt mega veel pakjes. Hebben ze nou geteld? Ja. Ja, maar niet toen ze klaar waren. Dan leg je ze per 10 neer. Oh, deze heb jij. Ja, die zit niet meer goed dicht. Dus dit is natuurlijk wel eigenlijk een beetje een plaagcadeautje ook. Even je hand weg. Je hand weg. Je hand weg. Dan kan ik even. Deze gaat open. Dus als je ze per 10 neerlegt, als je de tel kwijtraakt, dan kan je een stapeltje gewoon tellen. Kijk, doe je zo 2, 4, 6, 8, 10. En dan laat ik hem al op een hoopje liggen. 2, 4, 6, 8, 10. En dan heb ik weer een hoopje. Als je dan een tel kwijtraakt, kan je per 10 tellen. Slim, hè? We hebben dus 67 pakjes die in de grabbelton gaan. Dus Jasmijn heeft wat te doen. Jij mag ze er voorzichtig tussen gaan doen. Zal ik hem zo? Nee. Je moet ze pakken en een beetje onder en een beetje in het midden. Dus maar allemaal. Ik doe ze eerst en dan ga ik ze door elkaar doen. Ja, mag je ze helemaal gehusselen. Maar wel voorzichtig dat je de doos niet al kapot trekt. Dan kunnen we opnieuw beginnen. Ja. Wij gaan zometeen pizza eten, maar niet met z'n drieën. Ik heb mijn bak oliebol uit. Maar met z'n vijven. Dus ik ga even pas meten of ik dat in één keer op de bakplaat kan krijgen. Ik doe het deeg altijd wel knippen. Ik snij het nooit, ik knip het altijd. Zodat iedereen echt zijn eigen stuk heeft. En dan moet ik echt allemaal naar ons eigen zin kunnen maken. Ik weet niet of het in één keer erop past. En ik wil het wel eigenlijk heel graag in één keer erop. Want anders zit ik de ene helft te wachten. Terwijl de andere helft zijn pizza al heeft. En dat vind ik niet echt ideaal. Dus ik ben benieuwd. Ik hou altijd van die pakketjes. Deze is dan van Tante Fanny. We gaan het zien. Ik hoop echt dat het gaat lukken in één keer. Ik ga ook de oven aanzetten, want ik denk dat eer dat hij opgewarmd is. Oh, en dan is de doos nou zo zwaar. Het zijn al bij vol, maar er zit natuurlijk nog saus in. 220 graden. Dus. Dan mag hij natuurlijk wel even opwarmen. Ik denk dat iedereen er dan is als de oven warm is. In ieder geval redelijk die richting op. En dan kan hij vrij snel de oven in, omdat iedereen vrij laat is. We hebben ook een sleepover vanavond, dus dat is wel leuk. Oh. Ik wil het zo lekker uitrollen. Oh, het is koud aan mijn handen dit. Oh. Ik ben een zeur hoor daarmee. Ik hou niet van koude handen. Ik moet sowieso nog echt even passen en meten. Hoe we uit twee pizza's voor iedereen een groot genoeg stuk halen. Maar dit gaat never nooit niet passen. De plaat is al zo goed vol met één. Ik heb alleen dit randje over. Misschien als ik ze ga knippen. Maar ik denk het niet.
We zijn ondertussen met Denise en Lola. En we zijn pizza's aan het maken. Hallo. Het is heel grappig. Sarah en Lola hebben dezelfde. Ja. En hetzelfde drinken. En hetzelfde drinken. Nou, wauw. In mijn volgende keer zag ik nog de naamkaartjes voor ze maken. Ik heb hem een beetje kut open gemaakt. Marco, sorry. Waarom zeg je Marco, sorry? Ja, omdat jij nog laatst moet gaan gebruiken. En dat je dan zegt, ja, hij is echt kut opengemaakt, man. Dat zou, oh, ik ga het toch. Ik ben aan het filmen. Dat knip je toch, hè? Nee, dat knip ik niet. Ik knip hem gewoon en dan schudt hij niet verder. Lekker of niet? Wil jij ook even je pizza maken? Nee, dan zit ik gelijk gewoon weg. Dan moet je even je pizza maken. Kan jij even anders verwoorden? Wil je pizza even maken? Zie. Si, signora. Prende. Zou ik hier zitten? Oh. Hier ga ik hier zitten, oké? Ja. Zet je netjes? Ja. Dat mag wel even zo. Ja, goed. Denise, ik ben bij jou gaan zitten. Denise, hier zit jij. Ik heb veranderd. Sorry, je niet te raken. Hey, hey, hey. Even kijken. Kijk, die kant, kijk, je hebt de omzet niet gedaan. Ik vind hem lekker, dat blikje, Lola. Vind hem lekker? Ja? Nou, het is nu veel later op de dag, vind ik. En zij... Zij... Oh, ik mag er niet op. Nee, maar jij woont hier, mama. Hey, zou je dat zo? Kijk, ze heeft zijn paashaas gewit. Speciaal voor de Pasen. Oh, ik ga boven mijn konijnenoortjes pakken. Heb je ze gevonden? Oh, kijk hoe gezellig. Sarah en Lola zijn een film aan het kijken. En Bodhi is aan het knuffelen. En hoe noemen we dat, Sarah? Bodhi-time. Bodhi-time. Hi, scheet. Je bent zo lief hier, hè? Hoe lig je helemaal in je holletje? Hij zoekt altijd holletjes, Lo. Dan heeft hij het gevoel dat hij een beetje zo... Vorige keer hadden zo de deken over hem gelegd. Dan lag hij er helemaal in. Voelt hij helemaal geweldig. Ja. Dan trek je ook de deken van Lola af, zeg. Tot straks. Een klein beetje van de been. Liefie. Tot straks. Tot straks. Kijk, dit vindt hij helemaal geweldig. En ik ga popcorn maken. Ja. Ik heb zelf ook echt zo'n trek in popcorn, hè. Dus ik ga ze ook voor mezelf maken. Eén stap, want ik kan toch mijn lading tegelijk maken. Ik heb echt span helemaal vol gedaan. Vol kan ik niet, maar het is goed lopen. Oh, ik heb weer trek in. Jullie ook, hè? Ja. Jij ook, Lo? Trek in popcorn, popcorn, popcorn. Kijk eens, dames, wat ik voor jullie heb. Een hele, hele grote schaal met popcorn. Zo, kom, Lo. Ik ga even naar buiten, want volgens mij zit er een spin in Lola's schoen. Zit er een spin in Lola's schoen? Ja, en dit is echt drie vrouwen in huis op dit moment. Want niemand wil die spin pakken. Ik doe het wel. Ja, ik kan het ook doen als ik ben best wel stoer, maar niet met spinnen. Waar is die? Oh, oh, oh nee. daar loopt die. Aan die kant. Aan welke kant? Op de achterkant. Joer. Ik kan zo niet tegen spinnen. Ik ga zo de Euromast aftokkelen, maar spinnen. Oh, is die is het. Sarah! Nee, je loopt er bijna op. Sarah. Waar is die nou? Hij gaat er. Oh, zo, jij bent stoer, meid. Wauw. Sarah was een maand geleden nog bang als ze mier een half... Ze ziet er volgens mij niet meer. Zit hij nog? Maar hij zit wel rond. Oh, jezus. Hij zit verder op de schoen. Oh, zet de schoen maar voor de deur. Dan mag papa het zo oplossen. Oh, ja. Oh, dan rijdt hij me af. Zit hij nog op de schoen? Hij hangt. Oké. Okay. Ik vind jou stoer. Hij is kwijt. Hij is kwijt, nee. Oh, heb je hem? Nee. Waar is die? Oh ja, zet de schoen maar buiten. Zet de schoen maar buiten. Lossen we zo wel op. Ik ben nog niet bang. Stoer, bam. Ik
Oh jeetje. Ik heb gewoon een popcorn morgen. Dit was een grappig klein eindje. Ik vind je zo'n stoer mop, echt. Je bent mijn spinnenheld nu. Oh, dit, als papa dit, er niet is, hè. Dit krijg je met een huis vol vrouwen. Zo grappig. Ik dacht echt, die meiden blijven super lang wakker. Maar ze zeiden om 10 uur gewoon, laten we naar bed gaan. Dus dat was zo wat. Nou ja, het was natuurlijk echt mega grappig. Dus ja. Ik ben gezellig met Denise. Hi. En we gaan daar helemaal sleepover van maken, want Denise blijft ook slapen. Dus dan zijn we helemaal compleet voor de brunch morgen. En daar heb ik echt zin in. En daarna gelijk door. Maar we hebben heel de tijd zitten ja, kletsen, spelletjes spelen en vooral Marco's vechten zitten kijken op tv. Ja. En ik weet niet wat ik ervan vind, want ja, naakte mannen die eigenlijk meer aan het soort knuffelen zijn, was het. Ja, jitsu noemen ze dat dan. Ja, maar ik kreeg de andere gedachten bij eigenlijk. En ik weet niet. Ik weet niet of ik blij ben geworden van dit zien. Hmm. Maar goed, wij gaan lekker slapen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. Ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei! Doei.